Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog, ja, huidklachten. Maar goed, dat was een leuk stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat laat, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuk? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. En dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak moet je zien op die wc zo. Met je deur zo, hoofd en... Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hé! Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis, en ik vraag nog, heb je gedweld? Nee. Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok. Die deed, ah, joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het... witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Want ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief! En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de-r, de-r, de-r. De-r.
van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... In één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan. Nee, ja. En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, het doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, oh shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Hé, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht even, het doet pijn! Wajawajawaw! Dokter, haal hem eruit! Wow! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop. Dopje erop! Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hij. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, rijdt gewoon door de plas. Nee! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè? Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Plop. Bang! Dus meneer Amhali, we zijn klaar. U kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè? Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was met de tram die dag. Dan vragen de mensen, zoekt u iets? Nee, dankjewel.
Er kwamen kinderen voorbij en deden spontaan bokjesprong. Hey! Kappen nou! Wat een pijn, zeg je, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht op de uitslag, hè? Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. Okay. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hey, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar dat ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Dat lijkt... Dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet de... Hi, ik heb een verrassing. Nee. Hallo, met Monique. Hi, Monique, met Najib. Hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel. Wat doe ik? Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen. Dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later. Zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou. Komt die kamer binnen, meneer Amhali. Even kijken, oh, Amhali, welke Amhali staan? Amhali, Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee, hè, dat is een Chinees. Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Ik zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test en positief minder goed. Nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè. Van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten, die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de man. De man, dat is nog steeds een jager. Toch, mannen? Zie je? 4 jagers. De rest is of met vrouw en vriendin en die zegt... Nee, ik niet meer, hoor. Nee. Een man, vooral zomers op een terras. Een man, dat is net een hond. En wij mannen moeten elkaar dan niet op dat moment in de ogen aankijken. Heb je met honden ook, want dan worden ze boos. Ik heb het wel eens gehad, doe ik experiment in mijn hoofd, in de file. Auto naast me, hond achterin. Die hond kijkt uit het raam, zoek ik oogcontact met de hond. En dan doe ik in 1 keer... Nou, dat beest, jongen, dat wordt in 1 keer gek, hè. Achter glas, je ziet, je hoort alleen maar een... Je ziet... Mama! Ik heb het even teruggespoeld, hè, dat snap je natuurlijk wel. Nou, die hond wordt helemaal gek. Je ziet alleen een hond zo doen. Nou, die baas van die hond, die wordt gek in die auto. Die zegt, Lubas, hou op! Hou op! Nou, hond stil. 2 minuten later ga ik weer. Rah! Rah! Dat is zo leuk om te doen, ja. Ja, daar had je bij geweest moeten zijn. En een vrouw, dat is net een gnoe. Die... Oh. Wat zeg ik nou? Gnoe. Ik zeg gewoon gnoe. Ik bedoel geen gnoe, hè. Wat ik bedoel... Hoe lul ik me hier nou uit, hè? Nee. De pinguïn, dat vind ik leuke dieren. Ik zat er laatst naar te kijken. Ik denk, als je terug mag komen op aarde als dier, dan als de pinguïn. Dat schattig beestje ziet er goed uit. Weet je wel, en de pinguïngemeenschap, die is er ook voor elkaar. Die maken ook geen ruzie. Ja, eventjes, weet je. Als ze boos zijn, doen ze een beetje... Klaar. Ze slaan elkaar niet, weet je. Dat kan ook niet. Die armpjes zijn gewoon te kort. En als de ene pinguïn ziek is, dan gaat de rest vis halen voor de zieke pinguïn. En dan brengen ze dat zo naar hem toe. Zo, hier, vis voor jou. Zo mooi. En mannetjes pinguïn en vrouwtjes pinguïn, die begrijpen elkaar.
Echt, als je ziet hoe de mannetjespinguïn het vrouwtjespinguïn het hof maakt. Als een mannetjespinguïn een vrouwtjespinguïn wil versieren, gaat hij gewoon zo staan zo. Heel relaxed zo, tussen al die andere pinguïns. En dan komt er een vrouwtjespinguïn voorbij, doet hij alleen maar dit. Nou, die vrouw die hoort dat. Die weet ook wat dat betekent. Die gaan eens flink tekeer met z'n tweeën. En klaar. Ik denk, dat moet toch geweldig zijn, man. Voor ons mannen om zo'n café binnen te lopen. Een beetje... Brrr. Brrr. Dat je ook antwoord krijgt. Brrr. Ja, dan niet, hè. Oh.